President Cyril Ramaphosa heeft vandaag zijn economische herstelplan bekendgemaakt. Mia Spies doen verslag. Zelfs voor de coronavirus-pandemie was Zuid-Afrika technisch in recessie. De economie heeft tijdens die strengste inperkingstijd verder ingekrimp. De groot vraag is of ons uit hier die economische gemors kan komen. President Cyril Ramaphosa denkt zo. It is an opportunity not only to recover the ground that we have lost over the course of the pandemic, but to place the economy on a path of growth. Ramaphosa heeft vandaag de regeringse plan voor de herstructurering en herstel van de economie bekendgemaakt. Die plan bestaan uit een reeks stappen wat volgens hom nodig is voor volhoudbare economische herstel. According to the modeling done by the National Treasury, the implementation of this plan will contribute an additional 1.7% to the baseline of 1.3% economic growth, bringing average growth over the next 10 years to about 3% per annum. Die ontwikkeling van infrastructuur is die eerste fokuspunt. We have developed a robust pipeline of projects that will completely transform the landscape of our cities, of our towns, and indeed of our rural areas. By the end of June 2020, we had 276 catalytic projects with an investment value of 2.3 trillion rand. Kragvoorsiening wordt ook geprioritiseerd. We are accelerating the implementation of the integrated resource plan to provide a substantial increase in the contribution of renewable energy sources, battery storage and gas technology. This should bring around 11,800 megawatts of new generation capacity into the system by 2022. Die plan is ook op werkskepping toegespits. We have committed 100 billion rand over the next 3 years to create jobs. This starts now with over 800,000 employment opportunities created in the months ahead. Die toerisme sektor sal gehelp word deur meer lande se toeriste toe te laat om die land te besoek. Die koste van data sal ook teen maart volgende jaar aansienlik verminder. En die president het gesê, daar sal sterk teen diegene opgetree word wat hulle aan korrupsie skuldig maak. Die ander groot vraag is waar die geld vandaan gaan kom om hierdie plan te laat realiseer. Ons sal dit hopelik uitvind wanneer die minister van Finansies, Tito Mboweni, oor 2 weke sy mediumtermyn begrotingsrede lewer. Ons drie gaan die president se plan bespreek net na die advertensies.